In de volgende redenvoering gaat het over het verschil tussen goed en kwaad. De titel van de redenvoering is over 1001 doelen. En de gedachte die erachter zit is dat de idee van goed en kwaad, dat die eigenlijk cultuurhistorisch bepaald is. Nu, voor we naar de tekst gaan, is het interessant om stil te staan bij een werk van Nietzsche dat over de moraal gaat en een van de belangrijkste werken die daarover gaat, namelijk de genealogie van de moraal. Nu, een genealogie is eigenlijk een soort van psychologische ideeëngeschiedenis. Dus Nietzsche gaat er op zoek naar waar komen de waardeoordelen goed en kwaad vandaan. Niet alleen historisch, dat hij zegt van daar op dat moment in de geschiedenis pinnen wij vast, ontstaat het idee van goed en kwaad in zaak een bepaalde handeling bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over een psychologische wordingsgeschiedenis. Dat wil zeggen een geschiedenis die zich ook in jou kan afspelen, in een specifiek volk, en die zich ook zal afspelen in volkeren in de toekomst. Dus er wordt gezocht naar wat zit er aan de psychologische basis, wat is de psychologische basis van waaruit de geschiedenis van goed en kwaad kan worden begrepen. Nu, de genealogie van de moraal is een complex werk. En het is niet de bedoeling in deze video om daar een soort van overview van te geven. Maar ik zou graag willen stilstaan bij een paragraaf uit de eerste verhandeling. En die eerste verhandeling draagt de titel over goed en kwaad en goed en slecht. Dus Nietzsche zal twee begrippenparen naast elkaar plaatsen. Goed en kwaad enerzijds. En goed en slecht anderzijds. En dat lijkt hetzelfde te zijn, maar er is een belangrijk verschil. Ik lees graag met u een klein stukje uit de tweede paragraaf van de eerste verhandeling van de genealogie van de moraal. En daarin schrijft Nietzsche het volgende. Het oordeel goed is niet afkomstig van degenen aan wie goedheid betoond wordt. Nee, het zijn de goeden zelf geweest, dat wil zeggen de voornamen, machtigen, hoger geplaatsten en edelgezinden, die zichzelf en hun handelingen als goed, namelijk als van de eerste rang, ervoeren en kwalificeerden. In tegenstelling tot al het lage, laaggezinde, vulgaire en plebeïsche. Krachtens dit pathos van de distantie hebben zij het recht voor zich opgeëist waarden te scheppen en voor die waarden namen te munten. Wat hadden zij met nuttigheid te maken? Heel vaak wordt voor een moreel begrip of voor een moreel concept de idee van nuttigheid aangehaald. Dus het is bijvoorbeeld nuttig voor een samenleving om duidelijke regels te hebben in verband bijvoorbeeld met eigendom. Het kan niet zijn dat eigendom iets is dat zomaar van de ene moment op de andere overgaat in de ander. Dat is iets waar je zeker van bent. Je hebt daar een bewijs van dat dat huis van jou is of dat appartement dat jij dat huurt. En het kan niet zijn dat er een soort van anarchie ontstaat waarbij die eigendom eigenlijk niks waard meer is. Ja? Dat is nuttig, dat het een samenleving heeft, dat nodig. Maar Nietzsche zegt hier, dat is toch niet de psychologische idee en geschiedenis van goed en kwaad. Het zijn de sterken, en hij koppelt hier het woord edel bij en ook hoger geplaatst. Het zijn die mensen die in eerste instantie fysiek sterker zijn, die gaan opleggen, dat is goed en dat is kwaad. Hij spreekt nog niet over slecht, hij spreekt over goed en kwaad. Dus het is goed om je ouders te eren, bijvoorbeeld. Hè? Het is goed om, ik zeg nu maar iets, in een samenleving voor de zwakkeren te kiezen. Dat wordt opgelegd vanuit de sterkeren, vanuit de edelen. Nu, er is natuurlijk een wereld van verschillen, dat is een belangrijke discussie in de genealogie van de moraal. Er is een wereld van verschil tussen mensen die fysiek sterk zijn en mensen die misschien fysiek wat zwakker zijn en dan edel. Dus daar zitten verschillende kwalificaties in en hier zegt hij edel, hoger geplaatst, maar ook sterk en machtig. En dus dat is een heel interessante discussie.
Maar als je naar de genealogie van de moraal gaat kijken, en het is subtiel, maar ik ga het mij enkel beperken in functie van de tekst van Zarathustra, de basisstelling is dat het de krachtige, de sterkere, de fysiek sterkere zijn, die de noties van goed en kwaad introduceren. Nu, het is natuurlijk veel genuanceerder dan wat ik nu ga zeggen, maar het lijkt mij boeiend en interessant om eens even die idee van wat hier verteld wordt te plaatsen ten opzichte van de Bijbelse ideeën van goed en kwaad. Want je moet je eens afvragen, wie geeft de 10 geboden aan Mozes? Dat zijn de gedragsregels waarop de samenleving zou gebouwd moeten worden. Hè? Wie geeft dat? Dat is God. Maar de God die die 10 geboden geeft, is op het ogenblik dat hij die geeft, een machtige krijgsheer. Die het heeft opgenomen tegen het Egyptische leger. Die er eigenlijk ook totaal niet voor teruggedeinsd heeft om het hele top van het Egyptische leger te verzuipen in de zee. He? Dus het Egyptische leger stormt de zee in, de zee gaat dicht en het leger van de farao verzuipt. Dus die God die op dat moment die 10 geboden aangeeft, dat is een God die zeer krachtdadig ingrijpt in de geschiedenis. En die ook ongenadig straft op het ogenblik dat die geboden niet gevolgd worden. Uiteraard kan je dat plaatsen in een veel breder kader, maar ook de genealogie van de moraal kan je plaatsen in een veel breder kader. Maar je kan natuurlijk ook niet voorbij dat de literaire God die daar optreedt, dat dat een krijgsheer is. En dat die gaat bepalen wat goed is en wat kwaad is. Nu, waarom is dat belangrijk? Omdat in de tekst over de 1001 doelen zal Zarathustra de notie van de wil tot macht introduceren. Nu, dat is een van de zwaarst beladen termen in de Nietzscheaanse filosofie, want wat is die wil tot macht? Hè? De wil tot macht wordt heel vaak uitgelegd als een soort van drive om de ander te overheersen. Een drive om iemand de kop in te drukken en daar bovenuit te steken. En niets ontziende, verpletterende macht. Natuurlijk is het zo dat in die filosofie van Nietzsche, de notie van wil tot macht, dat dat eigenlijk niet zo eenduidig is en dat er ook een evolutie in zit. Er zijn zelfs teksten waarin die wil tot macht, laat ons zeggen, wordt ontleed op een bijna chemische manier, als een soort van bouwsteen van de mens. Maar de wil tot macht kan zeker en vast in deze tekst gekoppeld worden aan de gedachte van, kijk, hier zit een overwinning in. En wie overwint, dat is de krachtige, de sterke. Dat brengt ons natuurlijk naar die stelling van de genealogie van de moraal. Hè? En ik weet dat de wil tot macht dat dat een zeer beladen term is. Zeker en vast wanneer je kijkt naar de manier waarop Nietzsche's filosofie misbruikt is in functie van het nationaal socialisme, is dat een beladen term. Ik wil als werkhypothese naar voren schuiven dat de wil tot macht in de Zarathustra de brandstof is die kan gebruikt worden tot zelfoverwinning. De drive die de mens heeft tot zelfoverwinning. Heel vaak wordt in Zarathustra gezegd, het leven moet overwonnen worden, de mens moet overwonnen worden. Je kan dat bekijken als een brute, nietsontziende kracht die de armen en de zwaksten niet spaart. Maar het is zeer de vraag of dat de bedoeling van Nietzsche is geweest. Er zijn teksten die aanleiding geven tot die interpretatie. Hoef je niet onder stoelen of banken te steken. Maar bij Nietzsche is het ontzettend belangrijk om het hele verhaal altijd proberen te vatten. Hè. Het hele verhaal is veel genuanceerder. Nu, ik zou heel graag, voor we naar de tekst van Zarathustra gaan, zou ik toch nog willen stilstaan bij een tweede passage uit de genealogie van de moraal. En Nietzsche schrijft hier in de vierde paragraaf van de eerste verhandeling, zegt hij hoe hij gekomen is tot de stelling dat goed en kwaad uiteindelijk afkomstig zijn van de hiërarchisch hoger geplaatste. En wat hij gedaan heeft is
is gaan zoeken hoe die noties van goed en kwaad in de taal zijn ontstaan. Dus een etymologisch onderzoek geweest. Hè? Dus ik lees daarin even het volgende. De weg naar de goede methode werd mij gewezen door de vraag wat de door de verschillende talen gevormde aanduidingen voor het goede in etymologisch opzicht te betekenen hebben. Ik ontdekte toen dat ze alle naar dezelfde begripsverandering, en dat is een belangrijk gegeven, begripsverandering toevoeren, dat voornaam of edel in hiërarchische zin overal het grondbegrip is waaruit goed in de zin van voornaam, van edel, hoogwaardig van ziel, bevoorrecht van ziel, zich onvermijdelijk ontwikkelt. Ik lees nog een stukje verder. Een ontwikkeling die altijd parallel loopt met die andere, die vulgair, plebeïs, laag, tenslotte in het begrip slecht doen overgaan. Dus slecht is niet kwaad, slecht is slecht weg. Dat wat gewoonweg behoort tot de grijze massa. Het is bij wijze van spreken moreel gezien niet gekwalificeerd. Hè? Het is een synoniem voor het vulgaire, voor het lage. Hè? Het meest welsprekende voorbeeld van die laatste ontwikkeling is het woord slecht zelf. Dat identiek is aan slecht in de zin van eenvoudig vergelijk slecht weg. Dus het gaat, zegt Nietzsche verder, over de gewone mens in tegenstelling tot de voorname. Ja? Nu, de genealogie van de moraal zal laten zien dat er een soort van revolutie heeft plaatsgevonden onder leiding van de christelijke priester, die de macht van die sterken om die kwalificaties goed en kwaad door te voeren, die macht beteugelt. En die omwenteling, die wordt door Nietzsche heel zwaar op de korrel genomen. Dus de christelijke priester is niet sterk van nature uit, maar heeft een diepte van ziel die in staat is om op een slinkse, sluwe wijze de sterke te ontronen. Nu, waarom is dat belangrijk in functie van de Zarathustra? Wel, door die ontroning van de slechte, van de kwade, sorry, van de sterke, amai, door de ontroning van de sterke, wordt natuurlijk ook diegene die in staat is om op een zuivere manier goed en kwaad te kwalificeren, wordt die eigenlijk onderuit gehaald. En dat leidt onmiddellijk tot nihilisme. Ja? Nu, hoe dat mechanisme in zijn werk gaat, dat zit heel uitgebreid beschreven in de genealogie van de moraal. En dat is natuurlijk iets dat we in deze video niet kunnen uitleggen. Maar wat belangrijk is, in functie van de tekst zo dadelijk uit Zarathustra, is dat je er in je achterhoofd haalt dat het de sterken zijn die de notie goed en kwaad definiëren. Dat je dat kunt koppelen aan de idee van wil tot macht. En dat dat natuurlijk iets is, per definitie, dat cultuur historisch en temporeel bepaald is. Want als het de sterken van een bepaald volk zijn die uitleggen wat goed en kwaad is, ja, natuurlijk zijn er verschillende volkeren op verschillende plaatsen en in verschillende tijden. Het is dus ook heel gevaarlijk om de tekst die je zo dadelijk gaat horen, om die te lezen als een soort van vergoeilijking van relativisme, in de zin van alles kan en alles mag. Dat is niet wat er hier gaat gezegd worden. Mag natuurlijk niet vergeten dat als die sterken echt sterk zijn, dat de cultuurhistorische stempel die zij drukken, dat die natuurlijk ook wel heel verregaand is. Dus als die sterken in staat zijn om een notie van goed te introduceren in de cultuur, en ze zijn echt sterk, ja, dan blijft die natuurlijk bestaan. Hè? En het is in... Je moet dat goed bekijken, hè? Als effectief die sterken in staat zijn om uit te leggen wat goed en kwaad is, en als dat sterke gekoppeld wordt aan edel, en de christelijke priester is in staat om dat helemaal onderuit te halen, ja, dan kan dat maatschappelijk gigantische gevolgen hebben natuurlijk. Hè? Want dan gaat de macht tot het bepalen van goed en kwaad over naar de kudde, naar het plebs, naar degene die slecht weg zijn, naar de gewone mens.
opletten dat je de gewone mens, dat je die niet bekijkt in termen van, dat zal dan maar de gewone, bij wijze van spreken, het werkvolk zijn. Nee, hè? Het gaat daar niet om. De distinctie tussen de hoger geplaatste mens en het plebs en de kudde die er onderaan zit, is niet hetzelfde dan bijvoorbeeld de hoger opgeleide of degene die ze op een schandalige manier de lager opgeleide noemen. Hè? Dat is het natuurlijk niet. Het gaat, en dat zal Zarathustra beklemtonen in de rest van het werk, het gaat over edel. En er is een evolutie tussen, ja, die fysiek sterkere, is dat dan misschien degene die als mens sterker is. Het is dus niet per definitie, en dat zal in die filosofie van Nietzsche een belangrijke evolutie zijn, degene die er hard kan op kloppen, bij wijze van spreken. Maar oorspronkelijk, genealogisch gezien, is het de fysiek sterkere die bepaalt wat goed en kwaad is. Nu, voor ik naar de tekst ga, wil ik toch nog wel even iets aanraken dat belangrijk is. Veronderstel dat je in een organisatie bent die een werksituatie kan zijn, of een situatie van een hobbyclub of een vereniging, maakt dan niet uit. Probeer op een eerlijke manier u af te vragen wie dat daar de shots bepaalt. Wie ligt aan de basis van wat als gedragsregel aanvaard wordt in die vereniging en wat niet? Het is ook wel vaak diegene die sterker overkomt, of sterker is, of hoger geplaatst is, of sterker geworteld is, hoe je het ook beschrijft, die bepaalt hoe de regels in die vereniging verlopen. Dus het is helemaal niet zozeer een dom idee wat daar naar voren geschoven wordt. Het strijkt natuurlijk wel tegen de haren, omdat hier bijvoorbeeld in de genealogie van de moraal wordt er ook gezegd dat goed uiteindelijk niet is iets dat gekwalificeerd wordt door degene aan wie goedheid betoond wordt. Dus veronderstel dat iemand u iets doet dat goed is, u helpt bijvoorbeeld, dat je zegt, ah, maar wacht, wat die man of vrouw voor mij gedaan heeft, dat is echt goed. Nee, dat is genealogisch gezien, is dat niet hetgeen er gebeurt, zegt Nietzsche. Hè? Oorspronkelijk zijn het de sterken. We gaan naar de tekst en... Ja, ik had gezegd, we gaan naar de tekst, maar ik moet misschien toch nog één aspectje belichten. In de tekst ga je op een bepaald moment horen dat de basisstelling is sterk en bepalend goed en kwaad. Goed en kwaad cultuurhistorisch temporeel bepaald. Waarom is het belangrijk om dat te beseffen? En je gaat de notie hoop opnieuw tegenkomen. Je gaat dus opnieuw weer tegenkomen dat hoop een belangrijk gegeven is. Maar wat je ook gaat tegenkomen is een soort van verwijzing, dat zit helemaal in de staart van de tekst, naar die wereldgemeenschap. Want veronderstel dat Nietzsche effectief zou dromen van een wereldgemeenschap, waar de zwaarden omgesmeed worden tot ploegen enzovoort enzoverder. Ja, wie gaat dan in die wereldgemeenschap het morele kader bepalen? Dat is een moeilijke. Want die wereldgemeenschap ontstaat natuurlijk uit verschillende volkeren. En die hebben hun noties van goed en kwaad. Er zal dus met andere woorden heel wat tijd nodig zijn om tot die wereldgemeenschap te komen. Maar dat zit natuurlijk onherroepelijk vervat in de notie van hoop. Hoop is iets dat een lange termijn project beoogt. Over 1001 doelen. Veel landen zag Zarathustra en veel volkeren. Zo leerde hij goed en kwaad van veel volkeren kennen. Geen grotere macht vond Zarathustra op aarde dan goed en kwaad. Dus Zarathustra is diegene die de volkeren bezocht heeft. En die dus met andere woorden, en dat is heel nieuw in deze tekst, Zarathustra is wel degelijk diegene die op reis gegaan is en die volkeren heeft leren kennen. Want we kennen hem alleen maar van in de grot. Hè? Dat is de eerste belangrijke notie. Ik ga even het raam sluiten.
Oké. We zullen ook zien dat Zarathustra op een bepaald moment gaat inschepen met zeelieden. En er is niets dat ons weerhoudt van te denken dat de jaren voor hij naar de grot gegaan is, dat hij wel degelijk die mensen bezocht heeft in die andere landen. Hè? Maar, zegt hij, geen grotere macht vond Zarathustra op aarde dan goed en kwaad. Als dat begrippenkader goed en kwaad geschetst wordt in een volk, dan ontstaat daar natuurlijk een macht uit. En dat is een overweldigende macht. Als natuurlijk die Bijbelse God, die door Nietzsche en Zarathustra wordt opgevat als een machtspotentaat, als die goed en kwaad bepaalt, en die als een soort van verabsoluterend gegeven op de menselijke schouders drukt, ja, dan is dat een zeer gevaarlijke notie, hè? Want ga maar eens in tegen het bestaande begrippenkader, morele begrippenkader, zelfs wanneer het fout zou zijn. Verdedig maar eens morele waarden waarvan je weet dat ze echt wel te verdedigen zijn op het moment dat die maatschappelijk niet gedragen worden. Dan ga je wel voor een ongelooflijke macht tegen jou krijgen. Hè? Dus geen grotere macht vond Zarathustra op aarde dan goed en kwaad. Geen volk zou kunnen leven zonder eerst geschat te hebben. Maar als het in stand wil blijven, dan mag het niet schatten zoals de buurman schat. Dus een volk heeft nood aan dat morele kader, maar het mag niet copy-pasten van de buren. Het is niet omdat het in een ander land of volk of cultuur zo loopt of liep, dat het bij jou zo goed loopt of liep. Hè? Dat is eigenlijk een belangrijk gegeven. Dus je mag niet zomaar copy-pasten uit andere culturen. Ik denk dat dat een belangrijk gegeven is, zeker als je vandaag geconfronteerd wordt met die globalisering. Die globalisering die per definitie grenzen doet verdwijnen, uiteraard niet alleen economisch, maar je kan ook de vraag stellen in hoeverre dat er een morele verdwijning van grenzen ontstaat. Hè? Veel van wat het ene volk als goed beschouwde, was voor een ander volk hoon en smaad. Dat ontdekte ik. Ik zag veel dingen die bij het ene volk kwaad werden genoemd en bij het andere met purperen eerbewijzen werden opgetuigd. Denk aan goed en kwaad, het staat niet goed en slecht. Nooit begreep het ene volk het andere. Altijd verbaasde de ziel van het ene volk zich over de waan en de boosaardigheid van het buurvolk. Een tafel van de goede dingen hangt boven elk volk. Zie, het is de tafel van zijn zelfoverwinningen. Zie, het is de stem van zijn wil tot macht. Er zal in Zarathustra een moment komen dat Zarathustra tafels gaat breken. Nu, denk aan wat Mozes doet op het ogenblik dat hij naar beneden komt van de berg, ziet dat het volk een gouden kalf heeft gemaakt, een afgod, en dan de stenen tafelen op de grond gooit en laten verbrijzelen. Hè. Dus er zijn tafels van goed en kwaad, en dat hangt boven elk volk, dus dat bepaalt het morele kader, zegt Zarathustra, en die zijn het resultaat van een zelfoverwinning. Dat lijkt mij een heel belangrijk gegeven, omdat in de genealogie van de moraal wordt natuurlijk ook wel die sterkere afgeschilderd als de machtspotentaat. Maar het gaat ook over een zelfoverwinning. Hè? Dat is belangrijk dat je dat beseft. Een tafel van de goede dingen hangt boven elk volk. Zie, het is de tafel van zijn zelfoverwinningen. Zie, het is de stem van zijn wil tot macht. Daar heb je die notie waar ik er straks over gesproken heb. Prijzenswaardig is voor het volk wat het als zwaar beschouwt. Wat onvermijdelijk en zwaar is, noemt het goed. En dat wat zelfs uit de hoogste nood bevrijdt, het zeldzame, zwaarste, dat verklaart het heilig. Opletten met de notie van zwaarte. De vijand nummer 1 in de Zarathustra is de geest van de zwaarte. Maar tegelijkertijd introduceert Zarathustra helemaal in het begin van de redenvoeringen de bekendste redenvoering over de kameel, de leeuw en het kind.
En de kameel buigt gewillig om een last te laten opladen. Dus met andere woorden, die zelfoverwinning zal maar mogelijk zijn op het ogenblik dat je als volk bereid bent om door de zure appel te gaan. He? En dus iets dat heilig is, iets dat volmaakt is, dat helend is, ontstaat op het ogenblik dat mensen door een evolutie zijn gegaan die hen leert met vallen en opstaan wat goed en kwaad is. Wat ervoor zorgt dat het heerst en overwint en schittert tot afgrijzen en jaloezie van het buurvolk, dat geldt voor hen als het hoge, het eerste, het toetsende, de zin van alle dingen. Ik moet je niet vertellen dat als je dat soort van teksten leest, dat het ongelooflijk gemakkelijk is om daar in foute overdrive in te gaan. Dat je zegt, kijk, mijn volk kent wat goed en kwaad is, en wat daarnaast ligt, dat andere buurvolk, dat is voor dat buurvolk compleet not done. Dus wij ten opzichte van zij. En die distinctie tussen wij en zij ligt heel vaak aan de basis van kwaad. En dat heeft Zarathustra in verschillende redenvoeringen al laten aantonen. Hè? Dus het gaat hier vooral over de idee van besef dat de notie van goed en kwaad, dat iets is dat cultuurhistorisch bepaald is. Voorwaar, broeder, als u de nood en het land en de hemel en het buurvolk van een volk kent, pas dan kunt u misschien de wet van zijn zelfoverwinningen raden en waarom het langs die ladder zijn hoop probeert te bereiken. Dus, Zarathustra zegt hier eigenlijk twee belangrijke dingen. Je moet, vooraleer dat je echt beseft hoe een ander volk in elkaar zit, moet je eens in de schoenen van dat volk durven gaan staan. Hè? En hij zegt letterlijk, als u hier de nood en het land en de hemel en van het buurvolk kent, dan pas gaat u dat begrijpen. Nu, dat is een zeer belangrijk idee, want als mensen oordelen over elkaar, dan hebben ze dat heel vaak gedaan op basis van iets vluchtig. Maar sta maar eens in de schoenen van de ander om te zien hoe de ander moet leven. Hè? Dat is een eerste gegeven. En twee, hij gebruikt hier de idee van de ladder die naar de hoop klimt. Denk aan de ladder die Jacob ziet in de Bijbel, waar langs de engelen op en neer dalen. De ladder die aarde en hemel verbindt. De idee van, uit die Jacob gaat een gigantisch volk ontstaan, dat het volk van God gaat genoemd worden. He? Daar zit een hoop in. En die notie van hoop is in het boek Genesis cruciaal. Al die figuren die daarin voorkomen, zeker die aartsvaders, die worden getest op de notie van hoop. Ik hou niet van dat idee van getest. Misschien dat je beter kan zeggen geconfronteerd. Abraham wordt geconfronteerd met of uitgedaagd om te blijven hopen dat er uiteindelijk, ondanks het feit dat hij geen nakomelingen heeft, uiteindelijk een gigantisch volk zal ontstaan. Wees altijd de eerste en overtref de andere. Uw jaloerse ziel mag niemand anders lief hebben dan uw vriend. Dit deed het hart van een Griek trillen. Zo volgde hij het pad van zijn grootheid. Dus nu gaat de Zarathustra een aantal voorbeelden geven van dat cultuurhistorisch bepaald zijn van goed en kwaad. De waarheid spreken en goed met pijl en boog omgaan, dit was zowel dierbaar als zwaar voor het volk waaruit mijn naam komt. De naam die voor mij zowel dierbaar is als zwaar. Zarathustra, dat is een heel belangrijke discussie van waar haalt Nietzsche Zarathustra. Is er een link met de godsdienst van de Persische Zarathustra? Of is dat maar een lukraak gekozen naam omdat hij dat zo mooi vond? Hè? Maar hier zegt Zarathustra, mijn volk, het Persische volk, hè, daar haalt die idee vandaan. Uw vader en moeder eren en hun ter wille zijn, tot in de wortel van uw ziel, deze tafel van zelfoverwinning, hing een ander volk boven zich. En daarmee werd het machtig en eeuwig. Denk aan wat ik er juist gezegd heb. Als het volk echt machtig is, kan het echt wel een stempel drukken. Hè? Kan er echt wel een lange cultuurhistorische periode zijn waar dat volk een notie indrukt. Trouw zijn en ter wille van de trouw eer en bloed inzetten, zelfs voor kwade en gevaarlijke zaken. Met deze leer bedwong een ander volk zichzelf.
en zich al dus bedwingend werd het zwanger en zwaar van grote verwachtingen. Nietzsche zelf speelt heel graag met dat idee van zwanger zijn. Dus zwanger zijn van de Zarathustra. Je zal dat ook lezen in de Ecce Homo, dat hij die ideeën van Zarathustra, dat hij een zwangerschap heeft vooraleer die ideeën geboren worden. Ook dat is natuurlijk een heel mooi beeld van de hoop. Als mensen zwanger zijn, dan is het kind er nog niet, maar het is er uiteindelijk al wel. En de notie van hoop op de geboorte en op het leven dat nadien komt, zit daarin ingebakken. Dus dat zit ook in die zwanger zijn. Voorwaar de mensen gaven zichzelf al hun goed en kwaad, voorwaar ze namen het niet, ze vonden het niet, het viel hun niet toe als een stem uit de hemel. Met andere woorden, door hun eigen zelfoverwinning ontstaat de notie van goed en kwaad. Het is niet een of andere God die dat oplegt. En hier wordt natuurlijk een zeer sterke kritiek op het Bijbelse denken naar voren geschoven, al was de idee van goed en kwaad afkomstig van God. Ja? Waarde kende pas de mens aan de dingen toe om zichzelf in stand te houden. Pas de mens schiep zin voor de dingen, mensen zijn. Daarom noemt hij zich mens, dat betekent de schattende. Dat is een belangrijke notie, want dat gaat terugkomen naar het einde van de tekst toe. Dus de mens zelf, die ligt aan de basis van de zin. Het is dus niet zo, en dat is kwam in de vorige redenvoeringen ook ter sprake, dat zin iets afkomstig is van een wereld buiten deze wereld, van een God die eigenlijk de mens gecreëerd heeft. Nee, het is de mens zelf die de zin creëert. Hè? En zin geven en scheppen, dat zijn zaken die bij Nietzsche heel sterk aan elkaar verbonden zijn, en trouwens ook in Bijbelse context zeer aan elkaar verbonden zijn. Hè? Als je in Genesis leest hoe de toestand van de aarde is in het begin, dan geeft God pas zin door het scheppen. Er ontstaat van alles, ik bedoel dieren, planten, bomen en de mens, die dan een soort van rentmeesterschap krijgt over de wereld. Ja? Schatten is scheppen. Hoor dit, o scheppende. Schatten is zelf de schat en de waarde van alle geschatte dingen. Pas door het schatten is er waarde, en zonder het schatten was de nood van het bestaan hol. Hoor dit, o scheppende. Dit is wat ik er juist gezegd heb over Genesis. Hè. Dus het boek Genesis opent met de aarde was woest en leeg, duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde boven de wateren. Met andere woorden, alles wat dat er bestaat is hol, er is niks. En dan zegt God er is licht. Wel, die parallelle gedachte vind je hier ook terug. Dus het bestaan op zich, lezen we in de geboorte van de tragedie, is niet zinvol. Het bestaan op zich niet. Enkel als esthetisch fenomeen is het zinvol. Enkel wij als mens zijn in staat om daar iets in, van zin in te leggen. Ja. Verandering van de waarden, dat is verandering van de scheppenden. Wie een schepper moet zijn, vernietigt altijd. Dat is ook een notie die in Zarathustra heel sterk naar voren komt. Je moet soms iets kunnen kapotmaken, durven te vernietigen, om van nul af aan terug op te bouwen. Iets scheppen betekent ook iets anders vernietigen. Betekent ook iets, een bestaand pad durven verlaten. Dat is iets scheppen. Durven te breken met. Voor ik het vergeet, in de vorige zin werd er gezegd, hoor dit o scheppenden. Dit is toch belangrijk om in het achterhoofd te houden, want je weet dat die redenvoeringen van Zarathustra, dat die uitgesproken worden ofwel tegen een denkbeeldig publiek, dat er dus niet is, maar het kan dus ook wel zijn dat er een groep mensen, leerlingen, uitverkorenen zijn, die aan het luisteren zijn, zoals Jezus zijn leerlingen zou onderricht geven. Hè? Dus o scheppenden, zijn er mensen in de buurt die al uitverkoren zijn om te scheppen? Dat is de vraag natuurlijk, hè. Eens hingen de volkeren en tafel van het goede boven zich, liefde die wil heersen en liefde die wil gehoorzamen, schiepen samen zulke tafelen. Denk aan de notie van liefde. En liefde is toch wel een belangrijk gegeven in de hele Zarathustra. De liefde die je hebt tussen Zarathustra en het leven, dat is een belangrijke gedachte. Dus het is niet zo dat die liefde onder tafel wordt geveegd.
Plezier in de kudde is ouder dan plezier in het ik. En zolang het goede geweten kudde heette, zegt alleen het kwade geweten ik. Dus hier wordt gezegd, pas op, want het entertainment in de kudde, dat is een oud gegeven. Het consumerende dat Zarathustra heeft aangetroffen in de stad de Bonte Koe, is er altijd geweest. Maar in het ik, dat komt op later moment. Dat is een veel moeilijker proces, zegt Zarathustra. Het ik dat scheppend moet zijn, dat waarde bepalend moet zijn. Het kwade geweten is een heel belangrijke gedachte in de genealogie van de moraal. En het zou ons te ver leiden, moest ik in deze video helemaal uitleggen wat dat betekent in de genealogie van de moraal. Maar wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat het kwade geweten ontstaat omwille van het feit van een soort van zelfvergiftiging. Om het in termen van Zarathustra uit te leggen, als je jezelf verhindert tot zelfoverwinning, tot scheppend worden, dan dreig je het slachtoffer te worden van de kudde. Dreig je opgeslorpt te worden door de kudde en is het eigenlijk een soort van boemerang die terug in je gezicht slaat. Hè? Dus jezelf ontslaan van zelfoverwinning lijkt misschien in het begin een gemakkelijke oplossing, maar dat komt als een boemerang teruggevlogen naar jou en dat zal jou een slecht geweten, een vorm van, je zou bijna frustratie, verbittering kunnen noemen. Hè? Dus het kwade geweten loert daar om de hoek. Voorwaar het sluwe ik, het liefdeloze ik, dat in het nut voor velen zijn eigen nut nastreeft, dat is niet de oorsprong van de kudde, maar haar ondergang. Met andere woorden, hier wordt gezegd, als die liefde verdwijnt, dan verdwijnt alles, zelfs ook die kudde. En denk aan de nuttigheid die hier wordt op de korrel genomen. In de genealogie van de moraal wordt gezegd, nuttigheid is niet de oorsprong van de moraal. Het waren altijd liefhebbenden en scheppenden die goed en kwaad schiepen. Het vuur van de liefde en het vuur van de toorn gloeit in de naam van alle deugden. Dat wat ik verteld heb over de genealogie, het sterke, de edelen zijn degenen die goed en kwaad naar voren schuiven. Vele landen zag Zarathustra en veel volkeren, geen grotere macht vond Zarathustra op aarde dan de werken van de liefhebbenden, goed en kwaad is hun naam. Voorwaar een monster is de macht van dat prijzen en afkeuren. Zeg mij, broeder, wie bedwingt dat monster? Zeg mij, wie werpt dat beest het toom om zijn duizend nekken? Duizend doelen waren er nu toe, want duizend volkeren waren er. Alleen het toom om de duizend nekken ontbreekt nog. Het ene doel ontbreekt. De mensheid heeft nog geen doel. Maar zeg mij toch, broeders, als het doel van de mensheid nog ontbreekt, ontbreekt dan niet ook nog de mensheid zelf? Zo sprak Zarathustra. Hier wordt een kritische noot naar voren geschoven. Zarathustra zegt, kijk, enerzijds moet je beseffen dat de noties van goed en kwaad cultuurhistorisch bepaald zijn. Maar we merken natuurlijk ook wel op dat er nog evolutie nodig is. En er is evolutie naar de mensheid nodig. Denk aan wat ik straks heb gezegd, dat Nietzsche toch altijd in de achterhoofd speelt met die wereldgemeenschap. Nietzsche zelf heeft in zijn leven die oorlogen gezien van die verschillende volkeren, naar aanleiding van de eenmakingen bijvoorbeeld. Denk aan de Frans-Duitse oorlog. En dat zijn volkeren die noties van goed en kwaad hebben opgebouwd. Hè? Maar we zijn er nog niet. En hij zegt hier zelf op een bepaald moment, wie, als er nog geen doel is, geen gemeenschappelijk telos is, geen gemeenschappelijk waardepatroon bestaat, kunnen we dan al spreken van de mensheid? Wat moet er nog gebeuren? En de vraag zal zijn of heel die evolutie naar de ubermensch uiteindelijk positief zal bijdragen in die gemeenschappelijke, in die wereldgemeenschap. Dat is de hamvraag. En hoe gaat het dan in zijn werk gaan? Want is dat een bepaald bevoorrecht groepje mensen? Of zal dat een zelfoverwinning zijn die bij elk individu moet plaatsvinden?
Hoe lang gaat dat duren? Denk aan de notie van hoop. Maar dat er nog een weg moet afgelegd worden naar die mensheid, dat staat volgens Zarathustra buiten elke discussie.